Beste kijkers, op 6 december een AIX slotstand van 778,43 en dat komt overeen met een doodzie candle op de realtime dagkaart. Wel een poging van de bulls om aan te trekken en op te stomen richting de SMA-lijn die nu nipt onder de 800 punten grens ligt om daarmee dus een pullback beweging af te kunnen ronden en zo mogelijk zelfs een trendbreuk te valideren. De volgende stap in de huidige fase is dan ook daadwerkelijk een pullback, maar dan moet er wel een beetje meer actie komen, meer dan vandaag het geval was. In de afgelopen 3 dagen lukt het de bulls niet echt om een witte candle te plaatsen en dat is toch een enige teken van zwakte. En dat betekent dat we altijd nog moeten oppassen voor de beer die in dit geval onder de afgrond 769 zal toeslaan met opnieuw een downswing. Op de swingteller en daarmee dus kracht zal zetten richting de 750 zone. Dus die beweging is nog zeker niet uit te vlakken. Wordt allemaal wel wat zwakker dankzij de indicatoren. De RSI krult voorzichtig omhoog en de DBS-indicator die springt naar een reboundstand. Maar opletten, morgen bij deze voortgang zal er toch weer een down-status ontstaan, want dan zal de swingteller weer naar min 1 springen. Kortom, plusjes en minnetjes bij elkaar. Een magere poging om te rebounden. Dus voorzichtig opereren aan de koopkant als je reboundposities wilt innemen. Een overtuigende witte candle is noodzakelijk om daadwerkelijk op te kunnen stomen naar de SMA-lijn. De DAX 1,4% erbij vandaag. Daar ietsje meer activiteit vanuit het stierenkamp. We zien daar een mooie witte candle staan met het swingteller op plus 1. Eens even kijken, 1, 2, 3, 4. Ja, dat zal morgen ook het geval zijn. Dus ietsje meer kracht vanuit het bullenkamp, zoals gezegd, richting de SMA-lijn. Die nu zo'n beetje op 15.600 punten in het veld ligt. Min of meer gelijk aan de 50% FIBO-lijn. Dus veel hoger dan dat niveau zullen we op dit moment niet kijken. Reboundkansen, zolang er dus witte candles geplaatst worden en de RSI en de DBS-indicator meegaan in de opleving richting de SMA-lijn. Zijn er dan binnen het AIX-fonds binnen het AIX-kamp fondsen die mee kunnen helpen om die AIX nog een stootje te geven? Zeker, ik wil graag aandacht vragen voor een van de liefhebbers onder u. En dat is natuurlijk de dagkaart van Royal Dutch Shell. En daar zien we, nadat er eerder gebodemd is rond 18+, de rebound redelijk naadloos overgaat in een breakout-beweging. Althans, dat suggereert de candle van vandaag. Wit met de swingteller op plus 3, de RSI keurig boven de 50-lijn en zowaar de groene staaf op de DBS-indicator met de enter-long coaching stip. Dat betekent dat koopposities mogen worden ingenomen. Natuurlijk moet de koers daarbij boven de SMA-lijn blijven bewegen. De bulls die krijgen de gelegenheid om op te stomen naar 20,30. Daar ligt de eerste rode streep. En daarboven is er ruimte tot 21+. Al met al een leuk ritje voor korte termijn trendvolgende beleggers. Wel onder de voorwaarde nogmaals dat er witte candles bijkomen. En dat de koers uiteraard boven 19,56 blijft liggen. Oftewel boven de SMA-lijn. Ik wens u een plezierige avond.